Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 13 juli. Tijdens de avond- en nachtelijke uren zal het overwegend bewolkt zijn met verspreid lokale onweersbuien over geheel Suriname. Deze zullen zich naarmate de avond vordert geleidelijk verplaatsen naar het westen en zuidoosten van ons land. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgen, donderdag 13 juli, zal het gedurende de morgenuren lokaal bewolkt zijn met mogelijk ook enkele plaatselijke regenbuien, voornamelijk in het kustgebied. Morgenmiddag is er een toename in wijdverspreide lichte tot matige buien, soms gepaard met onweer en of windstoten over het gehele land. Enkele kortstondige zware onweersbuien zijn niet uitgesloten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen 13 juli tijdens de avond en in de middag plaatselijk matige tot kortstondig zware onweersbuien voorkomen die eventueel gepaard gaan met windstoten.